Hongerhoos is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Gerrit de Meers voor mantelzorgers en hun naasten. In deze coronatijd brengen wij Hongerhoos bij u thuis. Wij wensen u veel kijkplezier met deze aflevering van Hongerhoos Toes. En hier zijn we de Granico in aanboe aan de haven. Zijn we zeggen vissers weggebouwd. Het scheep in de haven. De zaak van Dalbersien. De jongens van de Smeed. Vanavond de haven is zich weer op de kerk. Wie ze die schepen lossen en laaien, doen nog volop in bedrijf. En daar zijn we twee Vossen van Vossen aan de Meulen vroeger, van Harry van Manen van Enke. Kijk, en hier is het gebouw van het havenkantoor met Ruud Zinke. De heer Martens, de oude heer Martens. En vandaag gaan we terug naar de Kruisstraat en dan zijn we door de zaak van Rutte. Met een assortiment. En dan mevrouw Rutte, die probeert gaat te verkopen aan de vrouw van Tjeuken de Kremer, Mario Zee van Gim de Kruij. Daar heb je de heer Rutte zelf. En hier dat dingen over het oud klooster en het oud KJV-hoes met onze onbekende zuster. En natuurlijk weer Kenjer, waarvan onze naam ook niet bekend is. Nog erg klein. Kleuters wel wat dat doen in dat tijd natuurlijk. Dan een juffrouw in beeld die denk er in veel, dus ja, laat voor maar een reservejuffrouw nemen. Mijn hoofdzaak worden toch door zusters die leiding en les geven. Niet alleen op die kleuterswal, maar ook op bijvoorbeeld later de hoeshoudswal.
We hebben hier zich op de Hoesoutsloon met in het beeld zuster Serfantina, die de meisjes het, ja, zal maar zeggen, de nijlessen gaf. Een heel bekende zuster, uit den tijd. Het is de Hoesoutsloon aan de Acevedo-straat. Inmiddels ook weer van de aardbodem verdwenen. Door zich op die school. Ik ken je op de speelplaats en hier de juffrouw die gym gaf in dat tijd. Kruisstraat bij Studio Janssen, Zengske Pepels van Nol van Zengske. En op de stoep Christen Angman. Nu zitten we in Steinderbos op de Roeivier. En dat is de man die Howard Schilling toe in de titel toezicht op. Schreef de kleuter zo al. In de bos doen er die het nog. Zuster Pia, oftewel Wiet Sille. Links een dochter van Jan van Peter, de vrouw van Jan Pepels. En daar zit een dochter van de Lange Piet. Van de Steinerbos hier in Nieuwdorp, met de kerk en de school. Natuurlijk allemaal kenger weer en de nodige meesters. Meester Hendricks, Perboops, weer Hendricks, even, Perboops, Albrechts, Goassens, ja.
liep wel een opstander. Matt Alvers. We beginnen met het liedje waar de eerste LP ook met begint. En dat is het liedje waar alle 12 Limburgse koelen aan u werden voorgesteld. Kon ik het zingen? Koelen en Kuulkes. Zie ik de Laura nog liggen, de koel die het wondaal met slaam had gevuld. En even doorloopt nog haar zuster de Julia, die holde het dorpje in koeldamp gehuld. Bij het netske gelijk, als de destijds de Maurits, de prins van de koele. De schoene jongens, het pleitsje dat gong, wie een wereldstad groeien, en de koel die verdween, in de oerwoud komplet. Ik had ze gekant, al die koelen en koekjes, ik had doorgewerkt, en gespeeld nog eens jong, daar zijn ze gebleven. Mijn koele en koekjes, gewoon nu vertrokken, terug in de grond. Op de spekkelse rij, voor de Willem Sophia, de steenberg van de, loop eens wie op de gracht. De zwaande, de wanden, de stonk en de stukte. De leuren stap roekste, de brand dag en nacht. In het bloemvolle veld, loog de grootmoeder Emma. Besprook onze rum, toen nog zuiver gebroost. En oude koloniën, die Trierbeek en Passat, die zijn nog gebouwd al, met winst van de koks. Al die koele en kuilkes, ik had doorgewerkt en gespeeld nog als jong. Hoe zijn ze gebieren, mijn koele en kuilkes, vergoot nu vertrokken, terug in de gronk. De lange Jan en het Lies, voor het duurde symbolen van de heilige koe, die O.N. wordt geneukt. Wat had ik doordekt, mijn nacht overrekken, en mijn moer kieken stil, van de hemel gedrukt. De tweede O.N. koe, die vondste op Schaarsberg, die noemt me de twier, of de koel van de scheef. Hele hei houdt het rij, de stolz van de goswee, en gepier loog de weer, hoe de heksenberg steed. Ik had ze gekant, al die koele en kuikes, ik had doorgewerkt en gespeeld nog eens jong. Hoe zijn ze gebleven, mijn koele en kuikes, je wordt nu vertrokken, terug in de grond. Op
ter Winsele loopt de oude Wilhelmina, de staatskoel van het dorp, dus dat heet u de staat. De Hendrik in Brunsum is rijk versloven, die werd nu bewaard door een afzendsoldaat. De uitste, de kromste, maar wie doet de liefste voor het kulke van Kirkwal, de Hollesche koel. Van Hielen versleten, verzakt in zijn rieten, mijn goudominiale, ich geef dich een moel. Ik an ze gekant, al die koele en kulkes, ik han door gewerkt en gespeeld nog eens jong. Hoe zijn ze gebleven, mijn koele en kulkes, voor God nu vertrokken, terug in de grond. Dankjewel. Hey.
Hey. Het Belgische veer in de Maas is enige tijd bezet door enkele tientallen opvoeders van het Maaslands Instituut uit Dilzen-Stokkum. Het doel van deze bezetting was om daarmee hun eisen, meer personeel en hogere lonen, kracht bij te zetten. De actie verliep verder zonder incidenten. Alleen het verkeer werd enige tijd opgehouden. Thank you.
Neem met uw linkerhand de rechterarm vast bij de elleboog. Beweeg uw arm over de andere schouder heen. En trek met uw arm het schouderblad een beetje op spanning. Probeer de rek te voelen aan de achterkant van uw rug. Wissel af, links en rechts. En hou de rek heel eventjes vast op het einde van de beweging. Breng uw arm gestrekt boven het hoofd. Beweeg afwisselend naar links en uw rechts met uw romp. En probeer weer bij het opstrekken in te ademen en bij het teruggaan uit te blazen. Bij het teruggaan uit te blazen. Probeer de rek te voelen tussen de ribben aan de zijkant van uw bovenlichaam. Wissel links en rechts af. Adem in en uit. Zet een stoel in de kamer. Ga achter de stoel staan en neem de leuning stevig vast. Til één been op. Dus u gaat op één been staan en probeer de handen voorzichtig los te laten van de rugleuning. Probeer een aantal tellen op één been te staan. Neem de leuning weer vast en zet uw voet weer terug. En wissel af, links en rechts. Even een paar seconden op één been staan. Probeer in balans te blijven. En neem de leuning weer vast en ga weer op twee benen staan. Indien u twijfelt, doe de oefening dan zonder de handen los te laten. En blijf dan gewoon eventjes op één been staan. Dit waren de oefeningen van vandaag. Bedankt en tot de volgende keer. Heb je nog foto's? Films, video's van vroeger, hoe het oud zijn? Dat zou voor die geer willen hebben van ik. Het is voor Omroos Toes. Heb je daar? Bel naar Huub Bervoets of stuur het naar dit onderstaande adres. Bedankt allemaal.